Er komt van de minister van Buitenlandse Zaken van VS naar Suriname. Daarmee wordt er door de VS een duidelijk signaal gegeven aan andere mogendheden die ook samenwerkingen willen aangaan met Suriname of die reeds een samenwerking hebben. Dat zegt Angelique del Castillo, deskundige als het aankomt op het gebied van de moderne diplomatie. Dit geeft een duidelijk signaal aan andere landen. Welk signaal geeft het bijvoorbeeld aan landen met wie wij de afgelopen 10 jaar hebben gewerkt, heel sterk, China en bijvoorbeeld Venezuela, Cuba? Ja, het signaal is dat Amerika zegt: ik ben Suriname niet vergeten, ik hou ze in de gaten. We weten dat ze ons hebben gevolgd al die tijd. Ze hebben de verkiezingen ook heel scherp gevolgd. Er zijn uitspraken gedaan door de huidige bewindvoerders in ons land dat zij gaan voor democratie, voor rechtsstaat. En het signaal, de opportunity, de gelegenheid die Amerika ons nu biedt, is om daar een duidelijke statement over te maken. Dat we heel hard en duidelijk uitkomen, en dat verwachten wij ook van deze regering, dat bij het bezoek er duidelijk gesteld wordt dat Suriname geen ondersteuning geeft aan bewindvoerders in Venezuela op basis van persoonlijke loyaliteit, en ook niet omdat deze mensen de mensenrechten en de politieke rechten van hun burgers vertrappen, het land in ellende storten en zorgen voor zoveel maatschappelijke onrust dat heel Zuid-Amerika erdoor beïnvloed wordt. Het is niet goed voor de veiligheid, het is niet goed voor de maatschappelijke ontwikkeling van die samenlevingen. Dus Suriname moet daar een helder en duidelijk standpunt innemen. Ook naar China moet het een boodschap zijn. Dat Suriname een tegenwicht moet vormen met de relatie met Amerika. Tegen wat wij noemen dat die debt trap diplomacy. Toch, die schulden eigenlijk een soort val bestaande uit schulden. Als diplomatiek middel wordt gebruikt door China. Door met Amerika goede afspraken te maken voor onze handel, voor onze investeerders, maar ook voor onze veiligheid, onze grensbewaking, kunnen wij op die manier ons inkomen op termijn vergroten. Participeren in een Caribbean Basin initiatief geeft ons bedrijfsleven extra mogelijkheden om op een nieuwe markt, om nieuwe markten aan te boren en daar competitief te zijn. En dat moet ons de ruimte bieden om te zeggen aan China: hier, neem dit signaal mee. Wij zijn niet alleen aan jou overgeleverd. We hebben sterke vrienden in deze wereld die dichterbij zijn. Want je weet wat men zegt, het is beter om een goede vriend dichtbij te hebben dan eentje op verre afstand. En Amerika is gewoon, we zijn in de achtertuin, zoals ze dat zeggen. Ja, hoe ziet meestal zo'n dag dan eruit? Het wordt een dag van besprekingen, ik bedoel gesprekken voeren, documenten tekenen. Ja, dus ik denk dit bezoek van State Department voorman. Ik heb begrepen, hij wordt ontvangen. Hij zal een ontmoeting hebben met zijn counterpart hier, de minister van Buitenlandse Zaken. Ze zullen dan bepaalde zaken de revue passeren, zaken die heel belangrijk zijn voor hun. En we weten dat meneer Mike Pompeo in het Caribisch gebied heeft vergaderd eerder, enige maanden geleden. En daarbij zijn landen uitgesloten die Venezuela ondersteunen. Dus ik denk dat hij heel duidelijk zal vragen naar een duidelijk standpunt. Dat zal zoeken in het gesprek. Er zal ook gekeken worden naar de drugstransport, het aanpakken van drugs. De huidige president heeft een geschiedenis met SICAD. Dus hij zal daar zeker ook naar uitkijken, naar wat onze standpunten zijn. Maar ook ten aanzien van wat er nu gebeurt in ons land, de huidige ontwikkelingen. Het zal ook Amerika niet ontgaan dat de burgers een beetje onrustig worden vanwege de keuzes die gemaakt worden voor mensen uit het vorige regime om nog steeds in hoge functies mee te gaan. En ik denk dat dat ook, hoewel ze dus niet als te openlijk in interne aangelegenheden mogen gaan, zullen ze toch wel, denk ik, die temperatuur willen meten om te weten wat precies er hier aan de gang is. Omdat het belangrijk is voor de veiligheid in de regio en hoe zij daarmee omgaan als staat. Net wat ik aan het begin al zei, de VS doet geen enkel bezoek als sociaal bezoek. Toch? Om jou groter te maken. Ze doen het om hun zaken veilig te stellen. En jij moet zorgen dat je ook jouw deel veilig stelt daarbij. Dus na die ontmoeting zal hij waarschijnlijk ontmoeten. Ook zijn eigen mensen, hij moet zijn eigen ambassade ook ontmoeten. Dat is altijd bijzonder voor een ambassade, ook voor ons. Toen ik ambassadeur was, als je eigen ministers mag ontvangen. En vervolgens zullen ze de pers te woord moeten staan om verantwoording af te leggen. Ik neem aan dat hij ook wel audiëntie bij de president zal hebben gevraagd. Zodat hij dan met de president en de minister van Buitenlandse Zaken de pers hier kort te woord kan staan. En vervolgens gaat hij naar zijn hoofdmissie en dat is Guyana.